Hey, hallo allemaal en welkom terug. Ik wil het vandaag over bloempotten hebben en over algemeen de potjes die ik gebruik voor planten op te kweken, omdat er toch al heel veel vragen over zijn. Voornamelijk op YouTube-land, maar ook op de Facebook-groepen. Ik spreek even van mijn perspectief uit en dan kunnen jullie zelf een beslissing nemen wat voor jullie praktisch is. Maar ik geef gewoon een kleine tips en tricks waar ik op let. Voor planten op te kweken is het belangrijk om in een klein potje te beginnen. Het slaat nergens op om ontzettend grote potten te gebruiken vanaf dag 1. Want je kunt je wel voorstellen als je hier een zaadje inplant en je geeft het water, het zakt naar de bodem en tegen de tijd dat je dus ontkiemd is, zit het zaadje hier ergens en dan moet het nog helemaal groeien. Dus het is niet echt praktisch om een grote bak te beginnen. Dus daarvoor begint men meestal klein en gaat naar een medium potje en dan transplanteert men naar een definitieve pot. Ik deed er voorheen, of dat doe ik nou nog steeds, dus zelf kleine papieren potjes maken. Je kunt gewoon een pers kopen en dat kost volgens mij een paar euro bij de welkoop. Je kunt eventueel ook gewoon cellen kopen, maar ik zou gewoon klein starten. En nogmaals, dat is het meest praktische. Want nogmaals, je hebt dan niet heel veel grond om te verwerken. Je zit niet met kilo's potgrond waar rauwmugjes in kunnen ontwikkelen en die dingen allemaal. Als je eenmaal overgaat van een klein potje, dan gaan de meeste mensen transplanteren naar red cups. Dat is ook iets wat ik heb geïntroduceerd in Nederland. En in Amerika wordt het ook heel veel gebruikt en het werkt prima. Het enige grote probleem is, de red cups zijn meestal maar een half liter en ze zijn gemaakt van gekleurd plastic. Wat 9 van 10 keer wel BPA bevat, of in ieder geval schadelijk is voor de gezondheid, omdat ze maar gemaakt zijn voor eenmalig gebruik. Dus ik ben volledig overgestapt naar soeppotten. En ik weet, het klinkt heel raar, maar deze soeppotten zijn van doorzichtig plastic gemaakt. Ze zijn 1 liter groot. De buitenste pot heb ik afgescheerd met zwarte tape. En de binnenste pot die is gewoon doorzichtig. Dus ik kan altijd controleren of er genoeg vocht in zit en wat het vochtgehalte is. Dus het is voor mij ontzettend praktisch om mee te werken. Ik hoor mensen nog schreeuwen van ja, maar dat is ook plastic. Nou ja, dit is food grade, dus sowieso BPA vrij en het kan gewassen worden tot 120 graden. Met andere woorden, ik kan het gewoon in de vaatwasser zetten, wordt schoongemaakt en dan kun je 100% zeker dat de bacterie vrij is. Dus dat is het voordeel van deze potten gebruiken. Je kunt ze kopen bij de Sligo, je kunt ze kopen bij de Macro, Hanos en je kunt ze online bestellen. Het zijn gewoon 1 liter soeppotten en je kunt ze met of zonder deksel bestellen. Maar nogmaals, het is dik hard plastic. Het slijt niet heel erg hard, dus je kunt er jaren mee vooruit. Dat is dus de reden waarom ik dus overgestapt ben van red cups. Omdat dat dun, flimsig plastic is. En nogmaals, de juiste red cups vinden met de juiste pp-waarde is best lastig. Ze hebben ze een tijdje gehad bij de Macro. Ik weet niet of ze ze nog hebben. Maar dat is ook de reden waarom ik dus overgestapt ben naar food grade materiaal. Voor alle duidelijkheid, de planten in deze 1 liter potten kunnen ontzettend groot worden. Ik heb een filmpje gemaakt, het heeft volgens mij peperplanten versneld laten groeien. En ik zal hier even een link plaatsen. Die plant die is opgegroeid in een red cup, dus dat is 450 tot 500 milliliter. En de plant is ongeveer 90 centimeter hoog geworden op het einde. En er zaten ontzettend veel vruchten aan. Dus je kunt ontzettend veel vruchten krijgen aan een plant in een klein potje. Het heeft ermee te maken of je chemische voeding gebruikt of biologische voedingsstoffen gebruikt. En dan komen we zo terug. Hoe dan ook, dus in ieder geval in deze potjes kunnen planten prima groot worden. Maar het is uiteindelijk wel aangeraden om ze naar een grote pot te verplaatsen. Dan komen we bij de bloempotten die ik gebruik. Het zijn roetpoutjes. En de reden waarom ik voor roetpoutjes heb gekozen is omdat ze concurrerende prijzen zijn tegenover de potten die je kunt kopen bij de Action. En ik weet dat het voor sommige mensen nogal belangrijk is om op te letten op quanta costa. Maar als je een product gaat kopen bij de Action of je kunt een vergelijkbaar product kopen wat beter is, dan zou ik dit kiezen natuurlijk. De bloempotten van de Action werken prima. Er is niks mis mee, maar het zijn harde plastic potten. Dus het is eigenlijk niet meer dan dit. Gewoon een simpele emmer. Dit kost 50 cent. Dus, en dit werkt trouwens ook. Dus het is gewoon prima. Maar dit zijn rootpruning potten, dus met andere woorden, een plant die maakt wortels aan. De wortel komt tegen de zijkant van de pot aan, omdat het lucht circuleert en omdat deze potten dus van stof gemaakt zijn, kan dus overal lucht bij komen. Dat betekent dat op een gegeven moment de puntjes van de wortels uitdrogen en de plant krijgt een signaal om een nieuwe wortel aan te maken. Bij nieuwe wortelgroei krijg je ook nieuwe plantgroei. Dus een plant blijft continu groeien in zo'n pot en ze kunnen ontzettend groot worden. Dus je kunt
technisch gezien een kleinere pot kopen dan eigenlijk in werkelijkheid nodig is tegenover een dichte pot. Omdat het een stof is, dus een vezelvorm is, betekent dat het dus gewoon lucht doorlatend is door de hele oppervlakte. Tegenover een product dat op de markt is gebracht geworden, het heet AirPods. En dat is een product waar heel veel mensen tegen zijn, omdat het niet anders is dan een emmer, zoals dit. En als je er gaten in boort van alle kanten, ja, dan heb je exact hetzelfde als een AirPod. En, het probleem met een AirPod is, ze zijn vele malen duurder, terwijl de oppervlakte wat eigenlijk open is aan de zijkant voor zogenaamde roetpruning minimaal is tegenover een roetpouch. En het is ook nog niet eens gemaakt van een recycled product. Dus daarvoor kiezen heel veel mensen voor een product zoals dit. Omdat het en gerecycled is, hè, dat is een beetje bijdragen aan het milieu. En het is ook nog eens een keertje concurrerend met de prijs van de bloempotten van de Action. Want nogmaals, zo'n pot, afhankelijk van de dikte die je kunt kopen, is tussen de 1,50 euro en de 2 euro. En voor een gemeente dezelfde formaat potten bij de Action, of beter gezegd, de 10 liter potten bij de Action ongeveer 1,80 kosten of zo. En dit is 16 liter potten. Dus ze zijn nog wel eens groter en je kunt ze voor dezelfde prijs krijgen. Maar dan moet je wel online kopen natuurlijk. Dus dat is de reden waarvoor ik roetpouwtjes gebruik. Nogmaals, je kunt ook gewoon Action potten gebruiken. Of er zijn genoeg mensen die deze dingen gebruiken. Gewoon een paar gaten hier onderin boren en ja, het werkt prima. Het probleem is alleen wanneer je een gesloten ruimte gebruikt, en vooral donkere emmers die donker van kleur zijn. Wanneer het zonlicht erop staat te branden, dan koken de wortels. En op zich kunnen de planten aardig wat hebben. Het is niet dat ze niks kunnen hebben, want ik heb ze in situaties gezien staan dat ze bijna tegen de 70 graden staan. Planten hebben het dan zwaar, vooral in de kastomgeving. Maar als jij gewoon die wortels gekoeld krijgt door gewoon water te geven of wat dan ook, dan kunnen ze behoorlijk wat hebben. Maar gewoon een simpele emmer van 50 cent werkt prima voor peperplanten te kweken. Er is wel een verschil tussen biologisch peperplanten kweken en chemisch peperplanten kweken, want het bepaalt direct hoe groot een pot moet zijn. En dan komen we even terug op de chemische voedingsstoffen, dus hydroponics methodes. En zoals je kunt zien, de plant kan ontzettend groot worden. Deze plant is ongeveer een meter breed. Don't you know who I am? I'm the juggernaut! Wanneer daar de takken gaan hangen, zullen ze iets breder zijn. Dan zal het ongeveer het complete formaat van mijn tafel zijn. Dus dat is ongeveer 1,10 meter. Maar je kunt zien hoe klein het potje is. Want iedereen denkt dat de botanium dit hele reservoir aan wortels zet. Maar dat is niet zo. En nogmaals, voor alle duidelijkheid. Als je ze naast elkaar zet, deze twee planten. Je kunt wel nagaan, dit beetje tegenover dit gedeelte. Dat is aardig wat verschil. Maar met chemische voedingsstoffen kun je er onderuit komen om een kleinere pot te gebruiken. Dat is ook het voordeel van hydroponics. Je kunt ontzettend grote planten kweken in een klein potje. Mensen denken dat dit hele reservoir voor de wortels is. Maar in werkelijkheid is dit een klein potje. Alles wat er is aan wortels. En dan kun je zulke planten mee kweken. Dit is niet geëdit, dit is gewoon realiteit. Je kunt met chemische voedingsstoffen, dus GAE, kun je ontzettend grote planten kweken. En ja, ik weet, er vallen bloempjes uit en knopjes uit, maar dan komt dat de voedingsstof nog niet afgestemd is voor productie. Dus dit is een van de voordelen van voedingsstoffen afstemmen en ervoor zorgen dat de plant gewoon optimaal de voedingsstoffen kan opnemen. Maar je kunt nagaan, als je zo'n plant kunt kweken in zo'n klein potje, ja, en je zet deze plant in zo'n pot en je geeft die daar chemische voedingsstoffen en je stemt het juist af, dan kun je nagaan hoe groot planten kunnen boren in zulke potten. En zeker in roetpruningpotten, maar het afstemmen van voedingsstoffen is wel een werkje. Het is niet echt, je kunt zeggen van, oh, dat is zo gebeurd, ik test de pH niet. Dat zie ik zo vaak gebeuren, dat mensen gewoon niet de pH afstemmen of gewoon maar, oh, een dopje van dit en een dopje van dat. Wanneer je voedingsstoffen afstemt, dan kun je dit als resultaat hebben en zulke kleine potjes gebruiken. Maar nogmaals, zoals ik zei, wanneer je chemische voedingsstoffen gebruikt en je zet de plant hierin en je geeft hier chemische voedingsstoffen in, dan kun je nagaan hoe groot planten kunnen worden. Voor biologische voedingsstoffen, nogmaals, minimaal 8 liter. En het maakt niet uit wat voor potten je gebruikt, zolang er genoeg drainage in zit. En zolang het medium wat je gebruikt, dus de potgrond of de coco, los genoeg is, groeit het prima. En je hebt geen fancy potten nodig zoals
Rootpouwtjes of AirPods of wat dan ook. Maar wanneer je gaat kijken bij de Action voor bloempotten en ze kosten pakweg 1,80 euro tot 2 euro per stuk, dan zou ik eens een keertje kijken online voor rootpouwtjes, omdat per setje van 25 stuks direct concurreren met de prijs van de Action, inclusief verzendkosten. En kleine tip nogmaals, zorg dat het medium wat je gebruikt, of het nou kokervezel is, of dat het potgrond is, of Mipato, of Mipito, of hoe dat spul heet, los is. Dat het medium goed los is en er voldoende drainage is in de pot zelf. Dus als je nogmaals een emmer gebruikt, dat je hem vol met gaten maakt, zoals een AirPod, wat exact hetzelfde werkt, of wat dan ook, maar zorg dat er voldoende circulatie is, want dat zorgt en stimuleert wortel. Maar wat ik me afvraag aan de kijker, en dat is misschien iets leuk om eens een keertje uit te zoeken. Welke volume bloempotten gebruiken jullie? Want nogmaals, ik kan wel aanraden en waar ik op let, maar ik ben benieuwd waar de kijker naar kijkt. Dus welke bloempotten gebruiken jullie? Dus van welk bedrijf? En hoeveel liter gebruiken jullie het liefste? Want dat is misschien wel eens leuk om er eens een keertje dieper op in te gaan. Hoe dan ook, voor meer informatie over hydroponics, over peperplanten, tegenwoordig ook over waterfarms en tomatenplanten, zet de vraag onder de description box en ik zal ze snel mogelijk proberen te beantwoorden. En anders kun je het altijd doorsturen naar dutchdpl@gmail.com of meld je aan op de Facebookgroep Dutch Peppelos. Maar dat was het, tot de volgende.